We dachten dat de Oosterscheldekering ons voor zeker 100 jaar zou beschermen tegen de zee. Maar door klimaatverandering is dat maar de vraag. Als de zeespiegel straks meer dan 40 centimeter stijgt, voldoet de kering niet meer. Wat kunnen we doen? ...70 jaar geleden zette een stormvloed grote stukken van Zuidwest-Nederland onder water. Bij deze watersnoodramp in 1953 kwamen ruim 1800 mensen om het leven. Het was de aanleiding voor de aanleg van de Deltawerken. Een verzameling, dammen en andere waterwerken om Zeeland, Brabant en Zuid-Holland te beschermen tegen de zee. Vooral de Oosterscheldekering is een toppunt van ingenieurswerk. Het is een half open dam die bij rustig weer open blijft, zodat het zoute zeewater nog steeds de Oosterschelde in kan. Daardoor blijft het unieke plant- en dierenleven daar in stand. Bij zware stormen sluiten de schuiven in de kering om het hoogwater buiten de deur te houden. De Oosterscheldekering is mijn favoriete waterbouwwerk. Als je met opkomend water op de kering staat, dan voel je hem schudden en beven op zijn grondvesten door de krachten die het water uitoefent op de pijlers. Maar kunnen de Oosterscheldekering en de andere deltawerken ons land ook beschermen tegen zeespiegelstijging? Kijk, het verraderlijke is dat bij zeespiegelstijging het gevaar niet alleen van zee komt, maar ook van onze rivieren. Die moeten namelijk steeds meer regenwater en smeltwater afvoeren naar zee. En die zee wordt steeds hoger en daardoor wordt dat steeds lastiger. Daarnaast komt onze bodem steeds lager te liggen. We houden onze polders immers kunstmatig droog door grondwater weg te pompen. En daardoor zakt de bodem steeds verder naar beneden. Kijk maar eens hoe hoog deze bunker uit de Tweede Wereldoorlog nu al boven het weiland zweeft. Ook daardoor wordt het steeds lastiger om al het water uit ons lage land naar zee te krijgen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat al onze dijken en waterkeringen op orde zijn. Niet alleen die aan de buitenkant, maar ook die langs onze rivieren en zeearmen achter de kust. En nu weer terug naar onze deltawerken. Wat betekent dit nu voor de Oosterscheldekering? Dit is de bodem van de Oosterschelde. Want als je aan de Oosterscheldekering denkt, dan denk je misschien aan de pilaren en aan de beweegbare schuiven. Maar onder water zit nog een heel groot deel. Dat is nodig omdat de stroming van het water in de Oosterschelde erg sterk is. En daardoor verandert de bodem constant. Om daarop te kunnen bouwen, moest de bodem gestabiliseerd worden. En om dat te doen, zijn er eerst dikke matten neergelegd. En die voorkomen dat de bodem wegspoelt. Daarbovenop zijn de grote betonnen pilaren neergezet. En tussen die pilaren hangen de beweegbare schuiven die omlaag gaan als het water van de Noordzee gevaarlijk hoog komt. Normaal gesproken zijn die schuiven open en kan het water met eb en vloed de Oosterschelde in en weer uitstromen. Om waterbouwkundige redenen zijn er achterin de Oosterschelde een aantal vaste dammen gebouwd. Zo kon er minder water de Oosterschelde in en uit. En dat maakte de bouw van de Oosterscheldekering weer makkelijker. Maar doordat er minder water in en uit gaat, komt er ook minder zand en slib de Oosterschelde binnen. En dat heeft gevolgen voor de slikken en schorren. Dit zijn zand- en modderplaten, soms met planten erop, die met eb boven en met vloed onder water zijn. Deze gebieden zijn belangrijk voor de natuur, maar ook ter bescherming van de dijken in de Oosterschelde. Ze remmen golven af die daardoor minder hoog zijn als ze bij de dijk komen. Het zeewater dat de Oosterschelde instroomt, neemt zand mee en laat dat achter op die slikken en schorren waar planten en grassen het vasthouden. Het mooie is dat de slikken en schorren zo meegroeien met de zee. Stijgt de zeespiegel, dan worden de slikken en de schorren ook hoger. Maar sinds de bouw van de Oosterscheldekering en die andere dammen gaat er dus minder zeewater de Oosterschelde in en uit. En daardoor voert de zee minder zand aan. Te weinig zand zelfs. Om te laten zien hoe dat werkt, heb ik een versimpelde dwarsdoorsnede van de Oosterschelde gemaakt. Deze zijkanten zijn de dijken. En daarvoor liggen de schorren en de slikken. En het diepste punt in het midden is de gul, waardoor het meeste water stroomt. Nu er minder water door de gul stroomt, wil de gul ondieper worden en zich vullen met zand van de schorren en de slikken. Zo worden die dus langzaam afgebroken en zullen ze de dijken minder goed beschermen, terwijl wel de zeespiegel stijgt. Wat nu? Oplossingen doen sowieso pijn. We kijken even naar twee opties. De eerste is, breek de Oosterscheldekering af. Dan kan de zee makkelijker de Oosterschelde in- en uitstromen. En wordt er meer zand aangevoerd om de slikken en schorren te laten meegroeien. Doen zou je zeggen, maar het heeft ook gevolgen voor het achterland. Want als er meer water de Oosterschelde instroomt, moeten ook alle dijken langs de Oosterschelde weer versterkt worden. Dat is een ontzettend dure operatie. En het is ook maar de vraag of we nog genoeg tijd hebben.
want slikken en schorren hebben veel tijd nodig om zich aan te passen. De andere optie is om de Oosterscheldekering voor altijd dicht te doen en onder een flinke laag zand of steen te leggen. Je maakt er een gewone dijk van, waardoor de Oosterschelde geen open verbinding meer heeft met de zee. Het is dan een binnenwater, net zoals we met de afsluitdijk de Zuiderzee hebben veranderd in het IJsselmeer. Maar ook die optie heeft grote gevolgen. Het water in de Oosterschelde is dan niet meer zout zoals de zee, maar het wordt zoet. En dat betekent dat heel het beschermde dieren- en plantenleven gaat veranderen. En misschien nog wel het ergste, Zeeland moet dan afscheid nemen van de mosselen. Nu worden die opgekweekt in de Oosterschelde. Maar als het water zoet wordt, dan kan dat niet meer. Het duurt natuurlijk nog wel even voordat we in Nederland de effecten van de zeespiegelstijging echt gaan merken. Maar het is wel slim om er nu over na te denken, zeker wat de Oosterscheldekering betreft. En om het onszelf niet nog moeilijker te maken, moeten we natuurlijk ook allemaal ons best blijven doen om de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging zo klein mogelijk te houden. Onze winters worden steeds warmer, waardoor de kans op een IJsselstedentocht steeds kleiner wordt. Toch hoeven we niet te vrezen dat hij nooit meer komt. Ik ben Nick, hoogleraar waterbeheer, en in de volgende aflevering laat ik je zien hoe de Tocht der Tochten weer kan worden gereden.